Kan ik beginnen? Oh, ik zie geen beeld. Aha. Goedemorgen allemaal. Vandaag 2 januari 2021, dus dan past het nu op dit moment zeker nog om u ook namens mij een veel shalom in 2021 te wensen. Ik geloof dat dat de derde week van januari niet meer hoeft, maar op dit moment... Ja, ik ga snel beginnen met spreken, want ik heb veel nood op mijn zang, zoals dat heet. Maar ik wil u er eerst nog even op wijzen. Normaal maak ik in deze gemeente geen reclame meer voor mijn boek, maar ik weet dat via de streaming er veel meer kijken. De streamings van deze gemeente worden gewoon, denk ik, landelijk en misschien nog zelfs over de grens ook heen beslist gevolgd. En ik ben Esther Noordermeer en ik heb ook een aantal boeken geschreven. En die staan ook te koop in de webshop van Pillar of Fire. En dan helpt u ook het werk van Pillar of Fire daarmee. Dus als u nou zegt, goh, dat was een leuke preek zeg. Zou ze nog meer geschreven hebben? Nou, dan zou je kunnen overwegen om een boek aan te schaffen. Ja? Oké. Ik heb een vervelend onderwerp voor u. Want daar hebben we intussen al genoeg over gehoord. Dat klopt. Ik heb er ook wel. Maar ik ga het toch doen. En u zal ook, het zal ook duidelijk worden waarom ik het doe. Ik had natuurlijk ook een Fundamenten Bijbelstudie over Spreuken 31 of zo kunnen doen. Of een. Echt een fundamentele Bijbelstudie. Maar de maatschappelijke relevantie van de kerk wil ik ook wel eigenlijk op de kaart zetten. Als je als kerk geen maatschappelijke relevante onderwerpen bespreekt, dan word je irrelevant op den duur. En ja, ik trek de stoute schoenen aan en ik heb er ook wel een reden voor waarom ik het zal doen. Dus stick with me, blijf de hele tijd bij me. Ik heb dit proces natuurlijk net als u allen meegemaakt. Er is een enorme polarisatie ontstaan. Niet alleen in kerken, maar ook in families, in vrienden. Het gaat ook door bedden heen. En deze polarisatie die daar ontstaan is, die wil ik woorden geven. Want als je iets woorden geeft aan elkaar, dan heb je dat dat al een brug slaat. Als je woorden geeft. En ik ben iemand die wil begrijpen waarom waarom die polarisatie ontstaat. En ik heb mijn tanden erin gezet en ik wilde het begrijpen. Hoe komt het dat dit zo is? Ik zie ook het verdriet om mij heen. En ook in mijzelf het verdriet. Van de polarisatie die dit geeft. En God geeft mij kracht. En ik ga u mijn proces laten zien van wat er nou gebeurd is. En het heeft voor een deel, heeft God ook wel dingen openbaard. En ik wil het vanuit drie kanten, wil ik het belichten. De coronacrisis, kijk, deze heeft een mondkapje op, leuk hè. Kijk, ik wil het vanuit de maatschappij belichten, dus ook iedereen die niet gelooft kan hierin zijn graantje meepikken. Ik weet dat er ook een aantal kijken die niet geloven, dat is leuk. En ik wil het vanuit de Bijbel dan belichten en op het laatst vanuit de overheid. En dan op het laatste is eigenlijk zou ik zeggen, de conclusies en de climax en dan komen die groepen weer bij elkaar. Eerst is een disclaimer, maar dat zal voor elke spreker. Ik spreek hier op persoonlijke titel. Wat ik hier zeg is mijn proces. Wil niet zeggen dat dit voor deze hele gemeente zo geldt. Maar ik weet dat elke gemeente heeft hier gewoon mee te maken en gaat door ditzelfde proces heen. Dus, maar ik spreek namens mijzelf. Geef mij ook vrijheid. Ik spreek gewoon namens mijzelf. Er is een heel, heel interessant programma geweest in 2017. Het Robbers Cave Experiment. En dat is toen nagespeeld door BNNVARA. April 2017. En dat programma dat heette Dat Wordt Oorlog. En ik wil even, we zitten hier maar met een kleine groep. Maar wie heeft dat programma toen gevolgd? Nou, je kan het terugzien op de NPO. Ik heb het nog even gecheckt of alles is terug te zien. En dat is echt terug te zien. En het is een aanrader. Ik heb dat toen in 2017 met veel belangstelling gevolgd.
En het is een groepsexperiment met mensen. En daar is toen ook best wel wat praat over geweest, hoor, toen in 2017. Want het waren jongeren die hadden wel getekend dat ze aan zoiets meededen. Maar ja, die outcome van heel dat experiment, dat was toch heftiger dan gedacht. Dus dat is toen nog wel eventjes ook in de media geweest, dit programma. Twee groepen krijgen een... die worden eigenlijk in gecontroleerde condities met wetenschappers op de achtergrond. En die gaan zij bewust tegen elkaar opzetten. Het is echt een experiment geweest. En ik zal u de conclusies van dat onderzoek meegeven. Maar ik raad u aan, dit programma heeft voor mij dat ik dacht, ja, zo eenvoudig is het. De conclusie is in ieder geval, maar dat zal geen verrassing zijn, wij zijn uiterst manipuleerbaar. Dat is een conclusie. Uiterst manipuleerbaar. Het derde puntje wat je ziet staan. Tweedracht is zeer eenvoudig te zaaien. En het was echt oorlog met een vingerknip. Het kostte niks om mensen tegen elkaar op te zetten. Het was een intrigerend experiment. Heel intrigerend. Wat er ook uit naar voren kwam. Dat manipulatie gaat via... de informatievoorziening van die groepen. Die groepen werden heel bewust, kregen ze allebei hun eigen informatie. Dus manipulatie gaat via informatievoorziening. Dat is de manier waarop het werkt. En het omslagpunt voor oorlog, met oorlog werd in die serie, ze gingen echt op de vuist met elkaar. Het was echt heel makkelijk geregeld. Het omslagpunt dat er echt met een vingerknip oorlog was, en dat is dit. Groep A leidt en gelooft dat groep B daar schuldig aan is. Dus er is een schuldige, er is een zondebok. Dat is het omslagpunt. Groep A leidt en gelooft dat groep B daar schuldig aan is. Dat is het omslagpunt waarin eigenlijk een onderbuikgevoel tot oorlog verwordt. Tot echt heftige conflicten. Dit is mijn inleiding en het zal jullie ook wel duidelijk worden. Dit experiment, dat was wat nu gebeurt in de samenleving, is precies wat er gebeurt. Het is precies wat er gebeurt. En ik heb het willen begrijpen uit liefde voor mijn medemens. Ik ben iemand die erg mensgericht is. Toen de allereerste aankondiging was, toen was er nog niks aan de hand. En de aankondiging was dat wij 1,5 meter afstand moesten houden van elkaar. Toen stond ik in de supermarkt. En ik weet nog zo goed, en dat was begin maart. En ja, sommige mensen, ik kijk vooruit en ik besef eigenlijk al redelijk snel van oké, dit is er aan de hand. Ik stond in de supermarkt met mijn karretje en ik... ik keek om me heen naar mijn medeburgers. Het zijn niet eens kennissen, maar het zijn gewoon mijn winkelend publiek. En ik kreeg daar ook weer tranen bij. En ik dacht, vanaf vandaag moet ik jullie gaan beschouwen als besmettelijke wezens. En ik was me daar zo van doordrongen. En misschien is dat een verschil. De ene mens drinkt dat door tot op het bot. Terwijl een ander eigenlijk dat nog helemaal niet doordringt. En gewoon maar af en dingen over zich heen laat komen. Maar ja, bij mij dringen dingen binnen. En het was nog maar in het allereerste begin van deze crisis dat ik direct wist... nu, vanaf vandaag, moet ik mijn medemens gaan zien als een besmettelijk object. Ja, ik vond dat iets verschrikkelijks. Maar goed, de een is gevoeliger dan de ander. Wat betreft die informatiebronnen zit je echt op de van, ik heb het willen begrijpen, hoe komt dit? Je hebt verschillende informatiebronnen. Wij zijn gewend van de MSM, zeker de ouderen onder ons, die weten niet beter. Je hebt een tv en je hebt kranten. En dat is je informatiebron. En de oudere generatie heeft ook alleen die linkerkanalen nog. Dat is hun informatiebron. Maar naarmate je jonger wordt en helemaal de jongere mensen, die kijken helemaal dat oude kastje niet meer. En die lezen ook geen dagblad meer die in de bus komt. Maar die volgen die vrije media. En die hebben dus hele andere informatiebronnen. En mijn generatie zit daar een beetje tussenin. Ik bekijk ze allebei nog.
In feite heb je het hartstikke druk hoor. Want je moet en de MSM, ja je moet, ik volg het ook. En ik volg ook die vrije media. Maar ja, je ziet het al, ik heb vrije een beetje tussen haakjes staan. Want menig een wordt van Twitter al gegooid. De account wordt verwijderd. En YouTube heb je natuurlijk ook al, dat is dan een vrij kanaal. Maar menig video verdwijnt daar ook en menig account verdwijnt daar ook. Dus daar is ook een vorm van censuur op. En daarom heb ik die andere. Je ziet een beetje de alternatieven. Je krijgt alternatieve omroepen. Zo heb je de OM, dat is een beetje een vervanging voor de televisie. En als een filmpje op YouTube eraf wordt gegooid, dan komt die vaak terecht in die BitChute, wat je daar ziet. En Odyssee, ja, ik ben ze toevallig tegengekomen. Dus als filmpjes verwijderd worden, dan is dat nog zeg maar het alternatief waar dan verwijderde filmpjes nog in terechtkomen, BitChute en Odyssee. Ja, je krijgt ook alternatieve kranten, hè, de andere krant. En gezond verstand, dat is weer een alternatieve Elsevier's, om maar zo te zeggen. Dus je krijgt dat je zo door de verschillende informatievoorziening krijg je gewoon een heel andere wereldbeelden. Dat is wat er gebeurt. En bij dat experiment hadden ze geen keus. Die blauwe groep kreeg die informatie en de rode groep kreeg die informatie. En nou met een week oorlog. En wij kiezen daarvoor. Maar ja, de een die kiest voor MSN, omdat je dat ook van huis uit gewend bent. En de ander die zit meer in de vrije media. En wat ontstaat er? Gewoon twee hele verschillende wereldbeelden ontstaat er. MSM is, het is trouwens ook een supplement, je kan het slikken, MSM. Maar dat betekent mainstream media, dat is een zwavelsupplement. Mainstream media, ja. Ja, gewoon de kranten en de televisie, waar opa en oma altijd hun informatie vandaan houden. Maar er ontstaan gewoon twee verschillende wereldbeelden. En dan heb je in ieder geval al een verklaring voor die polarisatie. Dan hoef je elkaar ook niet zoveel kwalijk te nemen. Want het is te vatten waarom. Ja, en ik heb ze even naast elkaar gezet, want die twee groepen, en ik heb ze even twee uiteinden. En er zitten natuurlijk heel veel groepen zitten daartussen. Ik ben niet objectief, want je zal vanzelf wel merken dat ik wel richting de opstandige kudde ga. En dat zeg ik ook maar gewoon eerlijk, maar ik zit wel niet op alle punten. Maar ik heb ze even uit elkaar gezet. Je krijgt twee groepen, twee wereldbeelden. Op basis van twee wereldbeelden. Ja, en ik noem het maar de volgzame kudde. En de opstandige kudde. Ik heb ze maar namen gegeven. En het verschil zit hem vooral in het mediagebruik. De volgzame kudde die volgt MSM, mainstream media. En de opstandige kudde die volgt ze allebei. Waarschijnlijk. En sommigen die bekijken helemaal geen mainstream media meer. Maar ik volg het nog allebei. Dat betekent ook dat ik begrijp de volgzame kudde. Want ik volg hun informatievoorziening ook. Dus ik begrijp ze. Andersom heb je vaak dat de volgzame kudde die opstandige kudde niet begrijpt. Want als je niet naar die andere media kijkt, kan je het ook niet begrijpen. Weet je dat ook niet? Nou ja, de relatie met de overheid is dus in die kuddes heel verschillend. Volgzame kudde heeft vertrouwen in de overheid. En die opstandige kudde heeft wantrouwen naar de overheid. Dat zijn die twee verschillende wereldbeelden. De volgzame kudde ziet dat het doel van de maatregelen die genomen worden door de overheid de ziekte te bestrijden is. En die opstandige kudde, die denkt, ja, oh, wacht eens even, er is meer aan de hand. Het lijkt wel dat het over controle en macht gaat. Ik zit ergens in het midden, hoor. En de volgzame kudde, die heeft angst, want er is angst in de samenleving, maar die heeft vooral angst voor de ziekte. En ten diepste is het angst voor de dood. Want we hebben hier te maken met een basisemotie. En dat is angst voor de dood. Het is gewoon een basisemotie van ons. Ja, en de opstandige kudde die heeft eigenlijk helemaal niet zoveel angst voor de ziekte. Die heeft veel meer angst voor een totalitair regime. Wat gaat er gebeuren in het land? En als dit er is, wat komt er nog meer? Dus hebben ook allebei hebben ze angst. Ze hebben allebei angst hoor. De volgzame kudde heeft angst. De opstandige kudde heeft ook angst. Heeft angst. Alleen een hele andere angst. Ze denken ook heel anders over het ziekteverloop van COVID. De volgzame kudde zeggen, het is ernstiger dan de griep. En de opstandige kudde zeggen, het is gelijk aan de griep. Nou, daarin ben ik een volgzame kudde, want hij is ernstiger dan de griep.
Zij is zelfs in het meest extreme geval, is er ook een groep die ontkent het hele virus. Nou, wij hebben een boerderij, wij zijn al heel lang met corona geconfronteerd, want het zit altijd in de kalfjesdiarree, er zit gewoon corona in al. Dus wij kenden corona al voordat het er überhaupt over gesproken werd. Dus het is ernstiger dan de griep of gelijk aan de griep. Als je ziek wordt, dan verloopt het inderdaad ernstiger dan de griep. Het is heftiger. Het is heftiger. En de mortaliteit, dat is dus het percentage wat sterft na besmetting. Ja, de volgzame kudde zeggen, is hoger dan de griep. De opstandige kudde zegt, nee, dat is gewoon gelijk aan de griep. Dus het is net welk wereldbeeld heb je te pakken, maar dit is puur CBS. Gewoon keiharde cijfers zijn dit. En daar sta ik rechts. Het is gelijk aan de griep. Alleen als je het hebt, is het ziekteverloop wel heftiger. Een heftiger ziekteverloop, maar een mortaliteit die niet hoger is dan de griep. Ja, en die PCR-test, daar kijken deze twee groepen ook heel verschillend tegenaan, hè? Heel verschillend. De volgzame kudde zegt, ja, je meet besmettingen. En dat wordt ook, zo noemen ze het ook, besmettingen op de MSM. En in de vrije media wordt het ook geen besmetting genoemd, dan wordt het een positieve PCR-test genoemd. Dat heeft een andere naam. En de opstandige kudde die zegt, ja, maar je meet geen besmettingen, je meet groepsimmuniteit. Dat is een heel andere kijk op ook die PCR-test. Dus het ligt heel ver uit elkaar. Is het virus beheersbaar? De volksstam zegt, ja, dat is door menselijk gedrag. En die andere kudde zegt, nee, virus komt en gaat. Moet je niet eens proberen te beheersen. Heel verschil, hè? Maar de laatste is de belangrijkste. Wie is schuldig? Wie heeft nou schuld? Nou, ze hebben één ding gemeen. Ze vinden allebei dat China schuldig is. En of het nou uit een wildmarkt is met een schubdier, of het is ontsnapt uit een experimenteel laboratorium per abuis, ik denk dat we er nooit achter komen. In beide gevallen is, dat is voor deze groep interessant, is onrein wild wel de bron van deze ziekte. Want of dat nou in een laboratorium ontsnapt is, dat is ooit in dat laboratorium gebracht vanuit onrein wild. Dus de bron blijft hetzelfde. We zullen er wel nooit achter komen. En ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Maar er is nog een schuldige en dit is het enorme pijnpunt. Dit is de polarisatie. De volgzame kudde zegt, ja, er is nog een schuldige, dat is die opstandige kudde. Want die houdt zich niet aan de RIVM-richtlijnen en die zijn schuldig aan. En dit is, terwijl de opstandige kudde zegt, ja, we hebben een schuldige, het virus. Die doet het. Dat. En dat is een heel belangrijk punt, die laatste. En ik ga uitleggen hoe dit is gekomen. Ik vind zelf ook dat 1 december... Nee, komt zo. Het voorstadium van oorlog, voordat het echt escaleert, het voorstadium is tweedracht, verdeeldheid. Je zou kunnen zeggen, daar kun je nog mee leven, maar op een gegeven moment, als dat omslaat in oorlog, wordt het zwaarder. Maar het voorstadium is tweedracht. Heb je een cruciale vraag? Wanneer ontstaat tweedracht? Wanneer? Is dat... Ik moet blijven staan. Ik vind het heerlijk om heen en weer te lopen. Hebben wij tweedracht bij verschil van mening? Ik hoor daar iemand zeggen, nee. Nee, bij verschil van mening heb je helemaal geen tweedracht, hoor. Ik denk dat ik met zoveel punten verschillend denk over hoedje in de kerk, of kinderdoop, volwassendoop. Ik vind het prima dat mensen anders denken. En zelfs als je vindt dat jouw mening, dat is een beetje inherent aan een mening hebben, als jij 100% vindt dat je gelijk hebt, ja, dat hoort een beetje bij je mening, hè? Je hebt een mening of niet? Als ik een mening heb en ik vind eigenlijk dat die niet klopt, ja, dan moet je afvragen waarom jij die mening hebt, natuurlijk. Dus het is zelfs zo, ook al vind ik ben van 100% van overtuigd dat de volwassen doop de goede doop is en dat de kinderdoop niet klopt, bijvoorbeeld. En dat vind ik ook echt. Dat betekent niet, daar zit mijn vriendin, nou, die is van de kinderdoop. Nou, maar ik kan met haar door één deur, hoor. Wanneer wordt iets
Wat wordt verschil van mening tweedracht? Wanneer? Hij staat er al. Wanneer één mening wordt opgelegd en er geen ruimte meer is voor de andere mening. Pas dan ontstaat tweedracht, eerder niet hoor. En die andere heeft geen escape. Als ik natuurlijk niet bereid ben om met een hoedje naar de kerk te gaan, nou weet je wat die kerk dan zegt? Dan moet u hier geen lid worden. Met andere woorden, er is een escape. Ik hoef dit niet. Dus ik heb de keus om mij daar niet onder te stellen. Het is wanneer gedrag wordt afgedwongen dat ingaat tegen iemands overtuiging. Dan, als iemand dus gedwongen wordt zich volwassen te dopen, terwijl hij die overtuiging niet heeft. Nou, en dat is zo geschetst in onze samenleving dat het omslagpunt is geweest 1 december. Voor in 1 december, als je naar het straatbeeld keek, heel veel hadden al een mondkapje op. Heel veel en een aantal niet. En het gaf geen problemen, want mensen konden kiezen of ze dat wilden of niet. En het is eigenlijk voor die 5% die het niet deed, dat de spoedwet is doorgevoerd. Want het was maar een handjevol die het niet deed. Het merendeel deed het al uit zichzelf, maar een handjevol deed het niet. En wat gebeurt er op zo'n 1 december? Dan krijg je omslagpunt. Want op dat moment ging er iets in werking wat voor die datum niet in werking ging. En dat is dwang. En tweedracht ontstaat dus als er dwang wordt uitgeoefend om een mening te adapteren die niet bij jou past. Bij dwang. En toen die twee meningen gewoon nog bestonden en leven en laten leven. En doe jij dat wel? Nou, toen was het geen enkel punt. Had je ook geen tweedracht. Je had gewoon twee verschillende meningen. Er komt tweedracht op het moment dat er sprake is van dwang. En dat heeft zich voor ons geschetst. Die verdeeldheid die dit heeft gebracht, ik zou zeggen, dat is eigenlijk niet de klassieke tegenstellingen die normaal in een samenleving altijd al spelen. We hebben de klassieke tegenstellingen, hè, linkse politiek, rechtspolitiek, homo, hetero, het aloude man-vrouw tegenstellingen, dat blijft eeuwig, die klassieke tegenstelling. Of de tegenstelling tussen christendom, ongelovig of islam, gelovig, ongelovig. Het is niet deze tegenstelling, want het gaat juist door al deze groepen heen. Het is niet deze tegenstelling, er is een andere tegenstelling waar dit mee te maken heeft. Het heeft te maken met vrije geest. Het is eigenlijk gewoon een karakter. Je krijgt gewoon een karaktersplitsing. In alle kerken, in alle gezinnen, in alle... Het heeft niet zoveel met geloof te maken. Karakter meer. Vrije geesten tegenover volgzame geesten. Je zal van je inkomen afhankelijk zijn van een mondkapje of van een vaccinatie. Ja, dan moet jij wel volgen. En iemand die niet meer zijn inkomen afhankelijk is, die is vrijer. Dus het is veel meer karakter en wat voor situatie jij eigenlijk zit. Maar er is nog een principevraag en daar ga ik hierna verder op in. Want ik ga dit ook vanuit de overheid bekijken. Het is een enorme principevraag waar iedereen mee worstelt. En waar eigenlijk de cruxvraag is, is onze overheid te vertrouwen met heel zijn pakket aan maatregelen? Dat is eigenlijk de cruxvraag. Is die te vertrouwen? En ja, de een die vertrouwt het en de ander heeft weinig vertrouwen, wantrouwen. En eigenlijk is dat waar je het op terug kan brengen. Hoeveel vertrouwen heb je in? En daar ben ik op door gaan denken van hoe het komt dat de een vertrouwt zijn overheid en de ander niet. En daar wil ik op dat punt gaan we komen van hoe komt dat dan dat de één wel de overheid vertrouwt en de ander niet. Die steen wil ik boven hebben. Maar ik ga eerst een klein stukje lezen uit een artikel wat ik geschreven heb en wat over deze verdeeldheid gaat. Nederlanders zijn best gewend verschillend te denken over van alles en nog wat. Maar nu is het anders. Onze lichamelijke en sociale integriteit wordt aangetast.
Ons lichaam moet afstand houden, ons gezicht een mondmasker dragen en wij mogen niemand meer omarmen buiten ons huishouden. De COVID-maatregelen ontregelen onze sociale verhoudingen ingrijpend. En de een past zich aan en de ander verzet zich. En dat kan ook niet anders. Grofweg, heel dit idee van volgzame schapen en opstandige schapen, dat komt uit dit artikel. Bevond ik mij maar in dezelfde roes als mijn medemens die met vreugde door alle hoepeltjes springt. En bij elke sprong krijgt zij een voldaan gevoel dat de wereld door hem een stuk veiliger is en dat hij of zij in ieder geval niet heeft bijgedragen aan de verspreiding van een gevaarlijk virus. Door hen zijn er minder zieken en doden. Dat moet toch een goed gevoel geven. Zij worden bewierookt als dat deel van Nederland dat zijn verantwoordelijkheid neemt. Deze gehoorzame kudde weet dat zij de goede kudde is. Gelukkig horen zij niet bij de opstandige kudde. Die is asociaal, onverantwoordelijk en houdt geen rekening met de kwetsbare medemens. Terwijl de volgzame kudde voldoening vindt in het volgen, leidt de opstandige kudde tot in het diepst van haar ziel. Hoe meer hoepels omhoog worden gehouden, hoe lastiger het springen hen afgaat. Er lijkt een onoverbrugbare kloof tussen beide kuddes. Wat hebben zij nog gemeen? Onderhoudt de volgzame kudde een schijnbare goede relatie met de herders? Zij niet. Zij leven als schapen zonder herder. De herders tonen ook alleen affectie voor de volgzame kudde. En de andere kudde is eigenlijk lastig. Ik lees hem niet helemaal hoor. Wat kunnen de kuddes nog doen? Nou, de volgzame kudde zal niets doen. Die springen vrolijk door de hoepels en menen de wereld te redden. Als dit beleid wordt voorgezet, zal de opstandige kudde buigen of barsten. Velen zullen moe gestreden zich buigen. En hun aanpassend vermogen zal het winnen van hun opstandigheid. Ze springen met tegenzin door de hoepels, maar ze gaan. Maar anderen kunnen zich niet aanpassen en zullen uiteindelijk breken. De opstandige kudde zal moeten leven in een wereld die voor haar is gecreëerd, maar gaat daar wel aan kapot. Als hun strijdlist is gebroken, vinden ze rust in hun verdriet. En ik probeer eigenlijk ook een beetje begrip te laten voelen voor die opstandige kudde. Die lijdt ook. De volgzame kudde lijdt, maar de opstandige kudde lijdt ook. En ik heb een vraag gesteld aan de herders. Herders. Raakt u dit, en de herders dat zijn eigenlijk onze politici, raakt u dit of blijft u alleen maar boos op de opstandige kudde? Een kudde die maar niet bereid is bang te zijn voor een virus, zich niet wil houden aan al die dingen, blijft vrienden heugen ook nog eens en wil straks ook geen vaccin. Deze opstandige kudde, nee, ze handelt niet in drugs, was geen geldwit, pleegt geen inbraken. Hun misdaad is dat zij niet door de hoepels springen. Dat zij normaal sociaal gedrag zijn blijven vertonen wat de volgzame kudde heeft moeten afleren. De opstandige kudde is eigenlijk dat deel van Nederland bij wie sociaal gedrag zo is verkleefd dat zij hun wezen moeten opgeven. Een grote zelfverloochening is het om daarvan af te zien. Zij zijn niet asociaal, zij zijn trouw aan het mens zijn. Herders, wat gaat u toch met deze schapen doen? Heeft u nog empathie voor deze schapen? Of blijft u de volgzame kudde opzetten tegen de opstandige kudde? Ik ga het nu vanuit de Bijbel bekijken, deze crisis. En op het laatst dan vanuit de overheid. Ja, de Bijbel is geen actualiteitenbron, lastig, maar het is een oriëntatiebron. Het is veel meer van hoe moeten wij nou die actualiteiten interpreteren? Hoe passen de actualiteiten in de eindtijd? En hoe wil Yahweh dat wij handelen? En deze vraag heb hier ook al geklonken, de prachtige vraag. What would Jesus do? En daar wil ik eens op ingaan, what would Jesus do? Want dat is een hele
belangrijke vraag. Nou, ga met mij mee, maar ik beloof u, aan het eind sla ik weer bruggen. Maar het is zo belangrijk dat je begrijpt waarom deze polarisatie er is. What would Jesus do? Nou, dit plaatje, sorry, hij kwam langs bij mij in een WhatsApp-groep en ik vond hem perfect weergeven wat allemaal onmogelijk zou zijn. De bediening van Jezus, we gaan straks hebben over, zou die zich aanpassen, maar eerst, onder het huidige regime zou de bediening van Jezus echt onmogelijk zijn. Want al zijn werk, als je het evangelie van Johannes neemt, de kennis hier weten dat het hele evangelie van Johannes is opgehangen aan de hoogtijdagen. Alles vindt plaats op Pesach, Loofhuttenfeest, Wekenfeest en op de Sabbatten. Zo vaak geneest die iemand op een Sabbat, hè? En dat zijn allemaal omstandigheden waarin het hartstikke druk is. Als de bloedvloeiende vrouw hem aanraakt, heel die menigte, hè, die staat tegen hem op. Ja, hoe kan u nou zeggen, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen loopt hier klem op elkaar. Spijziging van 5000, spijziging van de 7000. Alle genezingen waarbij hij hand moest opleggen. Ogen moest aanraken, kinderen op schoot nemen. Nou, dat zou nog net mogen, denk ik. Maar ja, het laatste avondmaal, ja, je ziet het. Binnen de anderhalve meter, kan niet. Hij zou ook niet eens 12 discipelen kunnen hebben uit 12 verschillende gezinnen. Zijn bediening zou echt onmogelijk zijn. Maar dan heb je nog niet de vraag, zou hij zich hebben aangepast? Ik heb wel een idee hoor. Want hij paste zich ook aan het Romeinse regime. Want Israël was bezet, gebied op dat moment. Ik heb wel een idee wat Jezus deed. Heeft iemand een idee? Wat zou Jezus nou toch doen? Dit. Dat zou hij doen. Want dat deed hij toen ook. Hij zou genezend rondgaan. Ja, stel dat hij dat deed, hè? Deze crisis die legt iets bloot over het lichaam van Christus. En ik wijs niet, want ik denk dat dit iets is wat van Gods wegen is. Namelijk, wij missen de kracht om genezend rond te gaan. Stel je voor, hè, dat we de IC's binnengaan. We gaan bidden. En ze genezen. Ik heb er geloof niet voor. Hè. Ik ben gewoon eerlijk. Ik ben helemaal niet zo'n geloofsheld. Maar ik denk namelijk dat het... Nou horen wij wel eens getuigenissen. God werkt. Maar over het algemeen missen wij de kracht. En ik denk dat het van Gods wegen is. We zitten in een andere tijd. Maar in ieder geval, ik zie christenen en in ieder geval mijzelf niet genezend rondgaan. In mijn jonge jaren had ik wel wild geloof. Ging ik wel eens met zieken bidden. Ik heb wel eens met een blinde gebeden. Ik had echt geloof dat ze zou genezen. Echt hoor, ik had het geloof. Toen. Maar het gebeurde niet. En kan je eigenlijk ook, ik heb wel eens tegen God gezegd, u kan mij ook niet zo kwalijk nemen dat ik daar geen geloof meer voor heb. Want het is gewoon niet gebeurd, dat. Maar het legt iets bloot van het lichaam van Christus. Wij missen kracht. En ik moet wel een beetje, ik heb nog even gekeken op genezingdienst van onze broeder in Leiden, Zijlstra. En ik vroeg me af, ben je nou welkom met symptomen? Zou je nou welkom zijn als jij COVID-symptomen hebt? Mag je dan... Nee, want als je symptomen hebt, moet je in quarantaine. Het kan niet. Ben je nou welkom als je symptomen hebt bij een genezingsdienst? Dan denk ik aan Jezus en de Melaatse. Dan komen ze van een afstandje, zien ze hem aankomen. Ja, ze willen natuurlijk genezen worden. Dat Jezus zeggen, Melaatse. Ja, dat is een besmettelijke ziekte, hè? Daar doen wij niet aan. Dat is te gevaarlijk. Weet je wel hoe gevaarlijk het is om een Melaatse te genezen? Dan krijg ik het ook. Hij geneest ze. En daar ga ik zo eens op in. Hij geneest ze. En wat zegt Jezus dan? Ga en toon u aan de priester. En hier gaat het mis. En daar ga ik nou eens iets over vertellen. Even kijken hoor.
Ja. Ga en toon u aan de priester, zou Jezus gezegd hebben. Ja, vrienden, we leven in een tijd dat al zou Jezus deze melaatse mensen genezen, ze zouden niet meer rein verklaard worden. Luister. Jezus stuurt ze ook niet naar de priester omdat hij denkt, omdat hij twijfelt aan zijn genezing, hè? Dat denken soms christenen, van nou, hij stuurt ze naar de priester, hij weet niet zeker of het gelukt is. En dan kan de priester zeggen of het gelukt is. Nee. De uitspraak van de priesters, als je dus besmettelijke symptomen had, dan ging je naar een priester. Want een priester bepaalde of het besmettelijk was of niet. En onrein betekent in dit geval besmettelijk en rein betekent niet besmettelijk. De uitspraak van de priester leidde tot een onrein of reinverklaring. De onreinverklaring betekent, pas op, deze persoon, dit voorwerp of huis is besmettelijk. Want ook een huis kon melaats worden en een voorwerp ook. Dan volgden er maatregelen. De kleding werd verbrand, bakstenen werden verwijderd en vervangen. En mensen werden buiten de gemeenschap geplaatst. Maar dat was duidelijk op basis van symptomen. Onrein is een algemene duiding voor een besmettelijke status. Melaatsheid kon de oorzaak zijn, maar ook iets anders. De onreinverklaring was hetzelfde. Het verschil in ziekte kwam tot uiting in de duur van de onreine status. Als je een zaadlozing had gehad, was je één dag onrein. Als je in je menstruatie was, was je gedurende de tijd dat je symptomen hebt, was je onrein. En hield jij rekening met anderen, had je een vaste stoel waarop je zat en je nam maatregelen. Soms was het maar één dag. Iedereen die onrein was, werd buiten de gemeenschap geplaatst. Dat staat in nummer 5 vers 2. Die tekst die kennen we hier wel. Gebied de Israëlieten dat elke melaatse, maar ook ieder die een vloeiing heeft en ieder die onrein is, al was het maar dat een lijk had aangeraakt of een kadaver. Een dode, uit het kamp moet die weggestuurd worden. Let op, alleen onreine mensen, mensen die op basis van symptomen waren gediagnosticeerd, werden geïsoleerd of buiten het kamp geplaatst. En de melaatse moest anderen waarschuwen door onrein onrein te roepen. Dus de verantwoordelijkheid om anderen niet te besmetten lag bij de melaatse. Die duidelijk een onreinverklaring had gekregen van de priester. Dat was een zeer precies zaakje, daar ging 3 weken overheen. Een priester wist ook, je kan niet zomaar iemand onrein verklaren, want dat heeft gigantische consequenties. Dus er werd zeer nauwkeurig mee omgegaan. Want het betekende buiten de gemeenschap wonen en in geval van melaatsheid, zolang als dat jij symptomen had. En dat kon levenslang zijn, niet altijd. De verantwoordelijkheid lag dus bij de melaatse. Dat is logisch, want de melaatse weet wat er aan de hand is en een argeloze voorbijganger weet dat niet. Als anderen ondanks de waarschuwing toch naderbij kwamen, namen zij bewust een risico onder eigen verantwoording. Mensen die volledig hersteld waren van een besmettelijke ziekte, konden weer opnieuw deelnemen aan de gemeenschap. Genezing van de melaatsheid was mogelijk als de huidverraad helemaal was uitgewoekerd en soms gebeurde dat. Ook dan trad de priester op om iemand weer rein te verklaren. En dat is dus de reden waarom Jezus naar de priester stuurde. Want ze hadden een reinverklaring nodig. Zonder reinverklaring konden zij niet reïntegreren. Dan zouden de mensen zeggen, hey, maar jij had toch ho-ho. En dan konden ze die reinverklaring laten zien. Ik heb weer het recht om te reïntegreren. Ik ben niet meer besmettelijk, zegt dat. Jezus zegt dit dus niet omdat hij twijfelde aan de genezing, maar zonder de officiële reinverklaring van de priester konden deze mannen, ik geloof dat het er 10 waren, niet reïntegreren. En met de reinverklaring was dus de isolatie, afzonderingsperiode voorbij. Hoe komt het toch dat bij deze ziekte, COVID-19, er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gezonde en zieke mensen? En nou komt het. Het komt voort uit de aanname dat gezonde mensen zonder symptomen, dat noemen wij de asymptomaten, anderen ziek kunnen maken. En deze aanname rechtvaardigt alle genomen maatregelen, namelijk dat je anderen kunt besmetten terwijl jij geen symptomen hebt. Dat speelt in de Bijbel niet. Daar is alleen maar diagnose op basis van symptomen. En vanaf dat er symptomen zijn, bezoek je een priester. Eerder niet. Je gaat ook pas naar de dokter
met klachten. Eerder niet. En pas als de priester hem onrein verklaart, pas dan is die persoon besmettelijk. Ik moet nu, in plaats van mijn medemens te zien als soortgenoten om mee om te gaan, moet ik deze nu zien als besmettingsbronnen die gemeden moeten worden. Dit had ik dus de eerste week van maart al, zat al in mijn ziel. Mijn buurvrouw is nu een wandelende dierentuin met mogelijke enge beestjes. Zo moet ik ook mijzelf trouwens beschouwen. Ik ben gevaarlijk voor anderen, voor mijn oude moeder. En laat die er nou totaal niks om geven. Mijn astmatische zus, mijn vriendin met suiker, mijn zwager met overgewicht. In Bijbelse zin, en dat wil ik hier duiden, in Bijbelse zin zijn wij allemaal onrein verklaard. Er zijn mondiale priesters, nationale priesters, en ik heb geen idee wie het zijn. Zij hebben zich het recht toegeëigend de gehele bevolking, misschien wel de hele wereldbevolking, als onrein te labelen. Wij hebben allemaal een onrein verklaring gekregen. Wie gaf hen dat recht? Evenzo zal het beloofde vaccin de ontvangers ervan weer rein verklaren. En dan zullen de priesters je een rein verklaring geven. Het vaccinatiebewijs is hetzelfde als een rein verklaring in het Oude Testament door de priesters. Alleen er is één verschil. In het Oude Testament had je werkelijk ziek moeten zijn. En nu in deze tijd worden wij onrein verklaard, of je nou ziek bent of niet. Allemaal, we zijn onrein. Dit was een... ik ben me daar gewoon van bewust. Wij zijn onrein verklaard. De WHO heeft intussen gezegd, maar dat is intussen recentelijk, hebben ze toegegeven dat asymptomaten, dus mensen die geen symptomen hebben, amper tot niet bijdragen aan de verspreiding van corona. Dus intussen heeft de WHO dat toegegeven. Dat staat in de Bijbel ook al, hè? Je besmet anderen omdat je symptomen hebt. En niet omdat je gezond bent. Ja, dan ga ik nou eens verder van hoe komt nou deze polarisatie en hoe worden wij weer één? En daar heb je inzicht voor nodig. En dat inzicht wil ik gaan geven hier. Hier ga ik even doorheen, snel. Ik kan 10 over 12, hè? 12:30 moet ik er doorheen zijn, vind ik. Moet ik er doorheen zijn. En dit is wel het belangrijkste punt. Ja, het hele, dat ga ik even heel snel van, moet je nou de overheid gehoorzamen? Hè? Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt voor christenen. Nou, ga ik zo even bij Bijbel. Maar je ziet in ieder geval in de Bijbel al dat menig een niet gehoorzaam was. Los van wat je daarvan vindt. Maar de kraamvrouwen van Egypte waren echt ongehoorzaam aan hun eigen overheid, de farao, door de baby's te laten leven. Zij waren echt ongehoorzaam aan hun eigen overheid. En dan komt Martin Luther King om de hoek kijken, hè? Want wat heeft hij gezegd? One has a moral responsibility to disobey unjust laws. Dus een mens heeft de morale verantwoordelijkheid om ongehoorzaam te zijn aan verkeerde wetten. En dit is wat de kraamvrouwen in Egypte deden. Zij waren op gevaar van leven, ongehoorzaam, omdat zij zeiden deze wet is fout. Rahab, precies hetzelfde. Zij was een inwoner van Jericho en zij was ongehoorzaam aan het stadsbestuur. En daarmee redde zij de verspieders. Alle richters die opstonden, die moesten opstaan en daarmee werden zij ongehoorzaam aan de bezetter. Maar ik heb hem al aangegeven, het was niet hun eigen overheid, hè? Dat was een bezetter die er aan de macht was. En ja, een richter stond dan op en die verjoeg dan de bezetter weer, zodat er weer een eigen overheid kwam. Maar op het moment dat het land bezet was door de bezetter, ja, word jij ook geacht om daar je onder te buigen. Maar dat deden natuurlijk alle richters niet. Onder aanvoering van Gods geest werden zij ongehoorzaam aan de bezetter. Dat doet Gods geest, hè? Gods geest maakte hen ongehoorzaam aan de bezetter. Daniel,
die ging bidden voor het open raam. Nou, hij ging rechtstreeks in tegen ze, want hij was een hoge ambtenaar. Je kan het vergelijken met een minister van Binnenlandse Zaken, van Koninkrijksrelaties. En hij was tegen de premier ongehoorzaam door te gaan bidden. Nou, Esther die doet ook iets, hè? Die gaat ongevraagd op audiëntie. Konden de kop kosten. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar het had gekund, hè? Maar wat ik het mooiste voorbeeld vind, Jezus, Petrus en Paulus, ze zijn allemaal ongehoorzaam. Niet aan de Tora. Christenen denken dat. Dat Jezus en nee, ze waren Jezus genas op een sabbat. En de Farizeeën vielen over hem, want hij was daarmee niet ongehoorzaam aan de Tora. Maar aan de Farizeese wetten. De mondelinge leer. En die golden. En Petrus, die bezocht Cornelius, mocht die ook niet doen. Want in de Farizeeën wetten stond dat je niet bij heidenen mocht gaan eten. Hij was niet ongehoorzaam aan de Tora, aan de mondelinge leer. Paulus at met de heidenen. Ongehoorzaam aan de Farizeeëse wetten. En de wijzen uit het oosten, ja, die deden ook niet wat Herodes vroeg, hè? Maar ook ongehoorzaam aan Herodes. Dus los van hoe dat nou theologisch in elkaar zit, daarom ga ik hier een beetje snel overheen. De Bijbel staat vol van mensen die niet gehoorzaam waren aan de overheid. Zo is eigenlijk elke verbetering in een samenleving tot stand gekomen. Dan ga ik twee teksten lezen. De ene heb ik afgedrukt. Een overheid heeft namelijk een mandaat. En dat is deze. 1 Timotheus 2. Die hoef ik niet op te zoeken, maar Romeinen zoek ik even op. Jullie kennen die tekst allemaal. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggen gedaan worden voor alle mensen, koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dus God dienende, zou je kunnen zeggen. Een rustig, stil leven, God dienende. Dat is eigenlijk het doel van een overheid. En daar, en de christenen hebben de opdracht om voor een overheid zodanig te bidden dat die overheid dat doet waardoor wij rustig en stil leven zullen hebben, God dienende. Dat is hun mandaat. En in Romeinen, dat is het einddoel. Hè? Dit is wat, waar jullie voor aangesteld zijn. Jullie moeten ervoor zorgen dat we een rustig, stil leven. Wij moeten daarvoor bidden. En hun moeten, ze zijn onder God gesteld. Want ik ga nu even Romeinen 16 lezen. En of Romeinen 13. En ik weet dat je daar verschillend over denken kan. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Dus ook die moeten dat beseffen. Er staat iemand boven jou, minister, premier. Er staat iemand boven jou. Boven ons gezag staat God. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men toch niet te vrezen wanneer men goede werken doet? Oh. Maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben? Doe het goede en u zult lof ervan ontvangen. Nou, ik kan heel wat vertellen van mensen die het goede deden en een boete kregen. Het goede doen en een boete krijgen. En als boer hebben wij daar regelmatig mee te maken. Wij weten soms gewoon niet. We hebben echt ons best gedaan en we weten gewoon niet wat we verkeerd gedaan hebben. We krijgen dan een boete op de mat. Zo ingewikkeld is het soms gemaakt. En dat wij gewoon niet weten wat we fout doen. Ik denk dat andere beroepsgroepen dit ook wel hebben. Maar bij de niet voor niets zijn de boeren begonnen met die demonstraties. Want hun zijn al zo vaak de pisang. Wij hebben echt boetes betaald en we weten gewoon niet waarom. We weten het niet. Zo ingewikkeld is die wetgeving. Nou, zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares. Ah, God staat boven. Hè? God staat erboven. En een wreekster tot straf van hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Wat prachtig, hè? Dat dus de methode van een overheid, dat
Wij faciliteren dat door belasting te betalen. En dat is terecht. Wij moeten belasting betalen opdat onze overheid maatregelen kan nemen, opdat wij een rustig en stil leven hebben, opdat wij God kunnen dienen. Dat is ook onze motivatie om gewoon belasting te betalen, want wij willen met z'n allen een rustig en stil leven. Om die reden betaalt u immers ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God. Nog een keer, God staat erboven. Die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Hé, dat laatste, dat vind ik zo'n leuk zinnetje. Die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Waar moet de overheid voortdurend mee bezig zijn? Het kwade te wreken en het goede te belonen. Juist daarmee moet zij voortdurend bezig zijn. Voortdurend moet zij daarmee bezig zijn. Oké, nou, dan krijg je een aantal to-do's en to-do-nots van gezagsdragers. Want hun doel is een stil en rustig leven. Daar gaat het om. Wat doe je dus als overheid? En elke goede leider, ook in gemeentes, elke goede leider weet dit. Voorkom paniek. En als er paniek is, sus paniek. Elke goede leider weet dit, dat je dit moet doen. Voorkom onrust. En als er onrust is, sus onrust. Dit doen goede leiders, dat heet deescaleren. Doe recht. Want als jij het kwade niet wreekt, maar laat lopen en de goede beboet, dan krijg je onrust. Want dan gaan mensen zich... Dan krijg je onrust. En een goede leider anticipeert ook. Want die kijkt vooruit. En die ziet, als jij één... Je had in februari al zoveel dingen kunnen zien als je vooruit keek. Anticiperen. Een overheid moet dat kunnen, vind ik. Als je dat niet kan, dan zit jij... Wat doe je daar dan? Jij moet anticiperen, vooruitkijken. Dat is wijsheid. Er is iets wat je nooit moet doen als overheid. Zaai nooit paniek of onrust. Nooit. Want dan ben jij geen goede leider. Dat is namelijk escaleren, werk jij dan aan mee. En dat kan niet. Dat is niet jouw mandaat. En wijs geen zondebok aan. Dat heet namelijk, in de moderne taal, heet dat haat zaaien. Als jij een zondebok aanwijst, ben jij aan het haat zaaien. En dat is verboden bij de wet. Zo'n overheid mag dat never, nooit doen. Een zondebok aanwijzen. Tenzij, kijk, een zondebok is een woord voor iemand krijgt schuld die het eigenlijk niet heeft. Kijk, als ik iemand verkracht heb, dan ben ik terecht schuldig. Maar een zondebok is nou juist iemand, we schuiven de schuld erop, maar we weten dat het eigenlijk niet schuldig is. Een vorm van haatzaai. Een haatzaai is een modern woord, maar in de Bijbel heet het zondebok. Het is gewoon een vertaling van zondebok is haatzaaien. En dan lijkt het erop, en ik ga zo meteen uitleggen hoe dat komt. Het lijkt erop alsof de overheid haar mandaat vergeet. Het lijkt. Want wij moeten toch een stil en rustig leven hebben. God dienende, het kwade wrekende en het goede belonende. Dat is het. Nou ja, dit heb ik van dichtbij. Maakt een boer gewoon heel veel mee. We hebben een fosfaatcrisis gehad. Een stikstofcrisis. Maar als je in de bouw werkt, maak je een PFAS-crisis mee. En ik geloof me, het zijn allemaal... crisissen die niet nodig zijn. Het is onrust, onrust, onrust. En de overheid initieert het. Dat is raar. Want dat is niet hun mandaat. Dat is heel raar. Ik vraag me af of mensen over hebben nagedacht waarom ze dit doen. Getrouwe burgers krijgen boetes. Ik heb al heel wat getrouwe burgers boetes zien krijgen. Ze doen geen geld witwassen. Ze stelen niet. Ze krijgen gewoon boetes. Toeslagenaffaire. De burgers worden gerekend onder misdadigers. Getrouwe burgers worden gerekend onder misdadigers. Raar, dat is toch jouw mandaat niet? Coronacrisis, komen ook dingen naar voren. Allereerst, ze hebben niet geanticipeerd. Nou ja, daarvan kun je zeggen, de een is een beetje slimme leider en de andere leider is niet zo slim. Dat zou kunnen. Maar het is wel als overheid is dat wel... Ze hebben de zorg afgeschaald, terwijl ze die al lang hadden kunnen opschalen. Het noodhospitaal in Ahoy is afgebroken, had het laten staan. Er is toch geen concert, hè? Had het laten staan. We hebben geen eigen productielijnen, kunnen wij toch gewoon.
We zijn afhankelijk van China. Beetje dom. Ja, ik zeg het maar. Ik ben een boerin. Dus hoe simpel is het om eigen productielijnen te hebben? Maar wat het belangrijkste is, want daarvan kun je nog zeggen van, nou ja, oké, weet je wel, dat hebben ze niet in hun mars. Dat kan, dat je dat niet in je mars hebt, kan. Maar dit is belangrijker. Brengt paniek onder het volk via de media. Dat is anti-mandaat. Dat is niet jouw mandaat. Dat mag helemaal niet. En ze wijzen de opstandige kudde als zondebok aan. En dat is ernstig. Dat is echt ernstig wat er gebeurt. Dat burgers dat doen is nog wat anders. Maar dat de overheid dit doet. Ik las gisteren nog een interview. Ik zag een interview nog met onze Hugo de Jong. Een of ander studentencoach interviewtje. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Maar gewoon een studentje. Die interviewde hem en die vroeg dus van, hey, wat vindt u er nou van dat mensen geen vaccin willen? Heeft u het gezien wat zijn mening is dan? Ongelooflijk, hè? Zijn mening is, nou, de zorg die staat dag en nacht voor ons klaar. En al die kanjes in de zorg, hè, die werken zich de benen uit hun voeten. En jij bent niet eens bereid een prikje te halen. Is dat nou alles? Heb jij dat niet eens? Oh, daar komt het op neer. Moet je zien hoe hard zij werken en dat heb jij niet eens over. Eigenlijk zegt hij, als jij geen vaccin neemt, dan waardeer jij de zorg niet. Dat is zondebok aanwijzen, haatzaaien. Ik vond ongelooflijk dat hij dat, hè, en toen kwam met die frikandel. Ja, je weet niet wat er in een vaccin zit. Hij zegt, ja, je weet ook niet wat er in een frikandel zit. Dan zeg ik tegen meneer Hugo, dat is ook dé reden waarom ik mijn hele leven nog geen frikandel heb gegeten. Omdat ik niet weet wat erin zit. Maar ja, hij vindt dat je het dan toch kan eten. Ja, ik vind, dan eet je het niet. Maar goed, dit is wel iets dat je... Dan ga je weer dieper denken. Hoe komt het dat zij dit doen? Hoe komt dit? Ik vind dus het aanwijzen van een zondebok... En ja, ik hoor daar dus bij, hè. Want ik ben zo'n opstandig schaap. Die dan wel ergens in het midden staat. Omdat ik wel vind dat corona heel ernstig is. Het ziekteverloop. Daar sta ik wel en ik zie dat wel. Maar ik zie ook dat dus ik een overheid heb die boos is op mij. Ik ben echt een slecht mens. Geen empathie. Terwijl ik ontzettend sociaal mens ben. Maar zij zeggen dat ik dat niet ben. Dat is raar, dat ben ik wel. Ik vind het gek dat ze dat zeggen. Dus zonde tegen het mandaat, haatzaaien. En ik zie dit vooruit. Opstandige kudde... Die gaat straks schuldig verklaard worden. Geeft niet om de mede. En zij zal schuldig zijn, let maar op. En dit gaat oorlog geven. Zij zullen schuldig zijn aan het voortduren van de lockdown. Zij zullen schuldig zijn aan het voortzetten van de mondkapjesplicht. En sterker nog, het is nu al gezegd, zij zijn schuldig aan zieken en doden. Ja. Ik zit in die groep, hè. Ik ben schuldig aan zieken en doden. Dat is een hele mening hoor, wat je over iemand hebt dan. Maar het kan nog verder doorgevoerd worden. Omdat de lockdown natuurlijk voor gaat duren, gaan er nog meer horeca gaan over de kop. En daar zal die opstandige schudden ook als schuldige aangewezen worden voor het faillissement van de horeca. Want zij hebben ervoor gezorgd dat dit is heel erg ernstig. En dit is waarom tweedracht oorlog gaat worden. Omdat er een zondebok is aan. Hadden ze dat maar niet gedaan. Want twee meningen kunnen gewoon naast elkaar bestaan. Het had helemaal niet gehoeven, dit. Het had niet gehoeven. Je gaat wel dan verder nadenken. Hoe komt het? En daar kom ik tot de kern. Hoe komt het dat een overheid zo ontrouw is geworden aan hun mandaat? Ja, en ik moet hem afmaken. Als ik deze niet afmaak, dan komen jullie dan ben je de pit... kwijt. Ja, deze zoek ik. En dan ga ik even iets... Want dit komt in de Bijbel ook veel voor. Er zijn namelijk drie soorten overheden. En je moet maar net doorhebben hoe het werkt. Wij hebben namelijk een eigen overheid. Dat betekent dat je een soevereine natie bent. Gekozen politici. En overheid dient het volk. En het mandaat wat die overheid heeft, is ook gegeven door het volk. Dat is een eigen overheid. Maar in de Bijbel en ook in Nederland... is een vazaloverheid. En het zal je duidelijk worden zometeen waarom. In de Bijbel komt dit heel veel voor. Toen Josia, de opwekking onder Joshua...
toen was het Noordrijk al in ballingschap door de Assyriërs. En wij denken dan dat Juda nog zelfstandig was. Ja, wel nee. Juda was gewoon onder Assyrisch bewind. En het was gewoon een vazalstaat. En ondanks dat Joshua dus een vazalstaat was, Israël, koos Joshua voor de belangen van Israël, voor zijn volk. Een vazaloverheid, dat is een ingewikkelde overheid. Dat is namelijk een afhankelijke natie. Het zijn gekozen politici, maar ze worden aangestuurd door Assyrië in dit geval. En in ons geval door de EU of door andere mondiale structuren en naties. Want wij denken dat we een eigen overheid hebben, maar die hebben we al lang niet meer. En als je dat niet ziet, dan snap je heel veel dingen niet. Die overheid die dient ook twee heren, want die heeft namelijk twee mandaten. Hij heeft een mandaat van onderaf, van dat volk, en hij heeft een mandaat van bovenaf. Want in principe zou onze overheid Nederland moeten vertegenwoordigen in de EU, maar het omgekeerde is het geval. Zij vertegenwoordigen de EU in Nederland. Omgekeerd. En dat heeft te maken met de eerste liefde. En je hebt een bezetter, dat is makkelijker. En dan ben je een bezette natie, politici zijn aangesteld, en het volk dient een bezetter en het mandaat komt ook van de bezetter. Als je deze drie vormen van overheden niet onderscheidt, dan snap je niet wat er nu in Nederland gaande is. Het onderscheid tussen vooral 1 en 2 is cruciaal. Niemand kan twee heren dienen, Matthäus 6, vers 24, want hij zal de een haten en de ander lief hebben. En hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. Wat Joshua deed in die tijd, hij hechtte aan zijn eigen land en niet aan het Assyrisch bewind. Want die keus kunnen ze maken. Ze kunnen hem maken. De vazaloverheid dient dat waar de grootste liefde ligt. En dat mandaat voeren ze uit. Het is de kwestie van waar ligt jouw eerste liefde. En ik durf hier uit te spreken dat de eerste liefde van onze overheid ligt bij de vazal die boven hem staat. En niet bij ons land. En dat verklaart alles wat je in ons land ziet. Het verklaart alles. Dan ga je het begrijpen. Nederland heeft geen eigen overheid, heeft een vazaloverheid. Dat betekent dat zij twee mandaten hebben. En de eerste liefde van het ligt bij het mandaat van de EU en andere mondiale structuren. En dat verklaart zoveel. Dan ga je snappen waarom zij zoveel goedkeuring nodig hebben van Macron en Merkel. Want dat is hun eerste liefde. Zij zitten niet op goedkeuring van het volk, nee, hun eerste liefde. En dat is dat onderbuikgevoel wat heel veel mensen hebben. Je ervaart geen volksvertegenwoordiging meer. Wie vertegenwoordigt mij nog? Nee, dat komt, zij vertegenwoordigen de EU in Nederland. Je voelt je ook niet vertegenwoordigd. En dat verklaart, daar heb ik me altijd over verbaasd, dat vaderlandsliefde wordt als extreem rechts gezet. Ik heb me altijd verbaasd over hoe over Trump gesproken wordt. En die man die heeft gewoon gezegd, America first, dat vind ik zo normaal. Dat vind ik zo normaal als jij de president bent van een land. Dat vind ik zo normaal. Denk, maar dat is dan extreem rechts. Dat snap ik niet. En patriotten worden gedemoniseerd. Waarom? Een patriot heeft zijn eerste liefde bij zijn land. En getrouwe burgers worden beboet en opgepakt. Dat is gek. Dat is niet gek als jij een ander mandaat hebt. En het verwaarlozen van de identiteit van het vaderland. Het Nederlands wordt verwaarloosd in dit land. We hechten niet aan eigen tradities. Nou hebben wij natuurlijk persoonlijk hier met kerst niks. Maar ik snap dat mensen die niet geloven daar wel aan hechten. Een stuk van een traditie is. En je importeert vreemde tradities. Ineens hebben we Black Friday. Hoe moet daar nou weer mee, joh? Halloween. Maar als jij je eigen identiteit verwaarloost, dan kun je al die dingen binnenhalen. Want je verwaarloost je identiteit. En ze zijn dus niet hun mandaat kwijt. Zij volgen het mandaat van hun eerste liefde. En dan snap je waarom dit allemaal zo gebeurt. En nou ga je de kuddes ook begrijpen. En dat nou ga ik weer bruggen bouwen. De beide kuddes zijn namelijk oprecht. Hun invalshoek verschilt alleen. Want de volgzame kudde die gelooft dat ze een eigen overheid heeft, die gekozen is, een soevereine natie, hun vertegenwoordigt, die geeft om de liefde van het land en dat mandaat. Zij geloven dat ze een eigen overheid is en daarom vertrouwen ze die ook. Dat zou ik ook doen als ik dat geloofde. Ze gaat uit van een eigen en heeft logischerwijs vertrouwen daarin. Het is dus eigenlijk een verschil van visie op je overheid. Maar als jij ziet dat, als jij gelooft dat dit een eigen overheid is, dan vertrouw je die.
Misschien was dat 30 jaar geleden nog zo. Maar als jij deze overheid ziet als een vazaloverheid, die dus een afhankelijke natie is, aangestuurde politici, twee mandaten, twee heren, met een eerste liefde op een andere plek dan het eigen land, dan is het ook terecht dat de opstandige kudde deze vazaloverheid wantrouwt. Ook logisch. Beide zijn oprecht. De volgzame kudde is oprecht en de opstandige kudde is oprecht. Hun invalshoek verschilt alleen enorm in hoe ze kijken. En ik kan dus alle begrip hebben voor de volgzame kudde, want ik snap hoe zij denken. Maar mijn gebed en mijn wens is dat de volgzame kudde gaat begrijpen waarom er toch zo'n opstandige kudde is. En die hebben een heel andere invalshoek, een heel andere manier van kijken. En ook zij zijn oprecht en niet asociaal, niet empathisch. Ze zijn gewoon oprechte mensen. En als jij van overtuigd bent dat jouw medemens oprecht is, dan zou je hem ook niet zo gauw aanvallen. Dan ga jij niet in een winkel iemand aanklammen. Je hebt geen mondkapje. Nee, jij vertrouwt dat die persoon oprecht is. En als iemand oprecht is, dan val je iemand niet aan. En ik hoop dat wel... Dit is het laatste dia. De allerlaatste ga ik jullie alleen maar verwijzen naar mijn website. Daar ga ik niet over spreken. Maar hoe moet je nou omgaan met een vazaloverheid als christen? Hoe moet je dat nou doen? Nou, er is een Bijbels patroon in de Bijbel ten aanzien van... er is een bezetter of een vazalstaat. Dat komt in de Bijbel heel veel voor. En meestal is dat een godsoordeel. Het feit dat zo kwam, hè, dan stuurt God weer de Moabiet of de Amorieten, want ja, ze zijn ongehoorzaam geweest en dan krijg je weer een bezetter. 9 van de 10 keer is het hebben van een bezetter of een vazalstaat zijn, is een godsoordeel. Dus dat is, hoe zou ik het zeggen, God staat in zijn recht. Er is ook zo'n uitspraak die zegt, een volk verdient zijn leiders. In de Bijbel zie je het patroon dat de bezette status, en of dat nou een vazalbezetting is of een werkelijke bezetter. En tegenwoordig heb je gewoon geen kogels meer nodig, hè, voor bezetting. Het gaat heel anders. De bezette status is tijdelijk totdat God besluit in te grijpen. En hij besluit in te grijpen op basis van het geroep van het onderdrukte volk. Altijd. En dan gaat het volk weer roepen. Ze is onderdrukt en ze roepen tot God. Ook in Egypte, ze roepen tot God. En dan zendt God een richter. Dat is het patroon. God wekt een richter en een bevrijder op en dan begint het herstel. Het is het patroon wat je door heel de Bijbel ziet. Nou, hoe moeten wij nu hiermee omgaan? Want wij zijn nu een vazalstaat en we zijn dus semi-bezet. En wij hebben openbaring nodig. En dat is, ik zeg erbij, is niet mijn... Ik ben iemand die vooruitkijkt en door veel nadenken ziet. Maar ik ben niet sterk in... Ik ben geen profeet, in ieder geval. Daar ben ik gewoon niet sterk in. Ik kan wel de vragen stellen aan God. Welke kant zal het opgaan, Heer? Gaan wij richting een werkelijke bezetting in Nederland? Wordt het nog erger? Of gaan wij weer richting een eigen soevereine staat? Wat wordt het, Heer? Als wij richting de bezetter gaan, dan moeten de kerken gaan anticiperen op ergere tijden. Dan moet je eigenlijk maatregelen gaan nemen. Is openbaring nodig hierover. Gaan wij toch nog naar een eigen overheid, dan gaat de kerk bidden om een richter. Gaat uitzien naar en bidden om een richter. Want er zijn richters, meervoud, nodig om weer naar die fase van eigen overheid te komen. En ook een hele belangrijke vraag, hoe lang nog Heer voor Jezus terugkomt. Gaan wij nog een menselijke richter meemaken voordat de hemelse richter komt? Ik kan alleen maar de vragen stellen. Ik heb hier eigenlijk gewoon geen antwoord op. Ik heb het niet. Hoe lang krijgen wij nog een menselijke richter hier voordat de hemelse richter komt? Gaat dit nog gebeuren? En ik vind wel de rol van richters en bidders, dat vind ik wel mooi, die verschilt. Hè? Richters zijn de vrucht van de bidders. Richters zijn het gevolg van de bidders. Maar wat doen die bidders wel eens? Als er een richter opstaat, dan zeggen ze, hé, je moet bidden joh. Komt Mozes, die komt daar aan bij het onderdrukte volk op basis van hun gebed.
En dan moet hij ze gaan overtuigen dat God hem gestuurd heeft. Dus bedenk wel, als er een richter opstaat, herken je hem dan? Ook Jezus werd niet herkend, terwijl ze erop zaten te wachten. Ze zaten op de Messias te wachten. Werd niet herkend. Dus uitzien naar richters, maar herken ze ook als ze er zijn. Moet een richter christen zijn? Dat is een vraag. Ga daar maar eens met de koffie over. Je ziet in de Bijbel dat het gewoon een heidense koning kan zijn. Hè? God, ja, de harten van koningen zijn als waterbeken in zijn hand. Dit ga ik nu niet meer doen, want ik ben over mijn tijd heen. Maar ik wil jullie wel erop wijzen. Toen ik mij ervan bewust werd dat wij dus te maken hebben met een vazaloverheid. En ik hecht heel erg aan mijn vaderland. Heb ik een afscheidsbrief geschreven aan mijn vaderland. En ik heb het echt geschreven aan de zee, de rivieren, de klei, de grond en het veen. Dus echt aan het land, aan de grond heb ik het geschreven. En die kun je vinden. Hij is ook geplaatst op een platform, Ongehoord Nederland. Die plaatst mijn blogs, daar blog ik voor. Maar hij is op mijn website ook geplaatst. Daar kan je hem vinden. En ik heb ook een brief, een persoonlijke brief geschreven aan Jan, aan Willem-Alexander. En die staat ook op mijn website. Die heb ik ingestuurd met een kopie van mijn afscheid van mijn vaderland. Dat heb ik naar Paleis, nou ja, ik had een adres gevonden. Je kan gewoon een brief sturen naar Willem-Alexander, hoor. Of die het leest, weet ik niet, maar je kan hem sturen. En die heb ik ingestuurd en ook die brief vind je online, wat ik aan onze koning, die ik altijd nog hoger heb staan dan onze overheid. Ik heb de koning nog wel hoog staan. En daarom heb ik me ook aan hem gericht, eigenlijk. Dus die kan je vinden op mijn website. Ik kan je vast zeggen, ik heb geen reactie gehad. Maar die had ik eigenlijk ook niet verwacht. Maar ik ben, net als Esther in de Bijbel, heb ik geen 3 dagen vasten en bidders achter me gehad. Voordat ik me tot de koning richtte. Daar dacht ik later wel aan. Van, hey Es, had je niet eens een periode moeten vasten en bidden voordat je tot de koning richtte? Ik ben meer een doener. Maar het is al gebeurd, weet je dat? In ieder geval, ja, ik heb echt gehoopt met deze preek om de polarisatie die er is, die door families gaat, die door bedden gaat, dat je begrip hebt voor elkaar, dat je begrijpt hoe komt het dat iemand zo denkt. En ten diepste heeft het te maken dat iemand zijn eigen overheid wil vertrouwen, omdat hij ook nog eigen overheid ziet en die ander ziet dat niet. En dat geeft die polarisatie. En als je het alleen maar begrijpt en ervan uitgaat dat elke persoon oprecht in deze zaak staat, dan bevecht je elkaar ook niet meer. En dat zou ik gewoon geweldig vinden als ik dat zou kunnen overbrengen. Ga uit van de oprechtheid van die ander. Heb daar ook respect voor. Bevecht elkaar niet, maar hou ruimte voor deze twee stromingen. Laat ze maar gewoon naast elkaar bestaan. Dit lost ook niet makkelijk op, maar laat ze maar naast elkaar bestaan. Als je maar niet dat wat de overheid doet, het aanwijzen van een zondebok, dan moeten alle bellen bij je gaan rinkelen. Dan moeten alle bellen bij je gaan rinkelen, want dan is er echt alarm. En ik wou afsluiten met een gebed. Ik weet niet, ik denk dat Gert-Jan misschien ook, maar ik wil zelf bidden. Denk ik. Ja. Onze lieve Vader in de hemel, Yahweh God, u bent onze God. U hebt recht op de aarde. U bent schepper van de aarde. U hebt recht op alle koninkrijken. En u heeft recht op alle mensen. Want we zijn allemaal uw schepsel. En alle koninkrijken zullen zich aan u onderwerpen. En wij weten dat met grote zekerheid. De een zal zich veinzend onderwerpen en de ander van harte. Maar ze zullen zich onderwerpen. Maar u bent ook de enige die daar recht op heeft. En dat is ook mijn roep gaat naar u uit. Vader Yahweh, u ziet hoe de aarde in onrust is. In paniek. Overheden die het volk niet tot rust stemmen, maar in paniek brengen. U ziet dit. Ergens in uw woord staat dat er een chaosse stad zal zijn. En u ziet dat de chaos toeneemt en u ziet ook dat onze hoofden meer omhoog gaan.
Want wij hopen dat u de chaos in de hand heeft. En dat u, ja, liever vandaag als morgen terugkomt. Dat is gewoon zo, lieve Vader. Wij hopen dat samen met uw Zoon, dat er een rechtvaardig koninkrijk op aarde komt die de goede belonen en het kwade wreekt. En de rechtvaardige zal zich verheugen over het oordeel, omdat de kwade wordt gewroken en het goede wordt beloond. Wij zien uit naar uw gerechtigheid. Wij bidden voor ons land, ons eigen kikkerland. Onze rivieren, onze zee, onze zandgronden. Land waar onze voorouders terecht zijn gekomen en het hebben geëxploiteerd, drooggelegd. En waar wij met z'n allen van leven, een boterham van eten. Wij eten van uw grond. De grond die u aan de mensen heeft gegeven om te gebruiken, te leven. Ik dank u wel voor ons land, dat wij dat mochten exploiteren. En ik bid, Vader, dat u ons land zult herstellen. Ik wil bidden dat wij visie mogen krijgen voor misschien richters mogen opstaan om ons land te herstellen. En wees ons nabij, Heer, dat wij zullen zeggen als Daniel of als de vrienden van Daniel. Mocht uw plan anders zijn, Heer. Mocht uw plan zijn richting meer chaos en meer bezetting. Heere God, zult u dan uw vleugels over uw kinderen uitstrekken, opdat zij kunnen schuilen in uw burcht. Mocht u anders beslissen, Heer, maar mag ik bij u pleiten dat het de goede kant op gaat? Ik wil u vragen, Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, Jezus Yeshua, de Messias. Amen. Ja, dankjewel, Esther. Je hebt met empathie gesproken. Je zei, nou, je bent